Hi iedereen, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Bio with Video. Alvorens ik start met het inhoudelijk gedeelte van mijn video, wil ik jullie alvast bedanken voor de positieve reactie. Goed, in deze video leg ik uit het verschil tussen de begrippen fenotype en genotype. Deze kennis heb je nodig om erfelijkheidsleer, oftewel genetica, te begrijpen. Dus blijf kijken. Wat je nu ziet is een familiefoto van mijn familie. Zoals je kunt zien zijn deze mensen allemaal verschillend. Ze hebben een heleboel verschillende kenmerken. Alle kenmerken van een organisme zijn het fenotype als het ware. Denk bijvoorbeeld aan haarkleur, oogkleur, huidskleur, lengte, oogkasgrootte, vingerlengte, vingerdikte, kaakbreeddikte, neusgatgrootte, hoeveelheid lichaamsgroei, enzovoorts, enzovoorts. Maar ook dingen die je niet direct kan zien, zoals intelligentie, het wel of niet kunnen verteren van lactose in lactose, de grootte van je hart, darmlengte, allemaal niet hebben van een ziekte, hoe snel de schildklier van een organisme werkt, enzovoorts, enzovoorts. Al die kenmerken samen zijn het fenotype. Ook planten, schimmels, bacteriën en virussen hebben een fenotype. Het fenotype wordt bepaald door twee dingen. Een heel belangrijke rol spelen de genen. Alle informatie over de bouw van een organisme staat in de DNA. Korte stukjes van het DNA coderen voor bepaalde eigenschappen. Zo'n code noemen we een gen. Genen worden doorgegeven van de ouder op kind. Hoe dat gebeurt, hoor je dat in een volgende video. De andere belangrijke invloed van het fenotype is de omgeving van de organisme. Het zogenaamde milieu. Is er weinig te eten, zal iemand minder lang worden dan wanneer er genoeg eten is. Is er te veel eten, zal iemand dan dik of lang worden. Iemand kan zijn haar verven, zijn neus verbouwen of zet je nieuwe borsten nemen. Dit zijn allemaal milieu-invloeden. Deze veranderingen kunnen niet overgegeven worden van de ouder tot kind, omdat het niet in de genen staat. Kort samengevat, het fenotype zijn alle kenmerken die het organisme heeft en die je kunt zien. Dit fenotype wordt bepaald door de genotype en het milieu.